De coöperaties, ze noem je net, dat je die hebt opgericht. Hoe ziet dat eruit en hoe werkt dat? Nou, dus een coöperatieve vereniging en die is zeg maar opgericht door mij en IW4. Ja? En er is nog, zijn nog twee partijen bij betrokken. Dat is een payrollbedrijf en een bedrijf, een ICT-bedrijf wat een platform heeft, wat inmiddels al draait, een afgeleide daarvan bij een grote bank, mm-hmm. om collegiaal in en uit te lenen. En dat platform is zeg maar gebouwd voor ons nu. Met daar kun je dus de kandidaat in invoeren, daar kun je de vacatures zoeken, je kunt bedrijven kunnen onderling contact zoeken en de kandidaten zitten daar volledig in met hun werkervaring, hun opleiding. En het is de bedoeling dat alles straks digitaal gaat. Dus ook de contracten worden digitaal gemaakt. De back-office gaat in één moeite door. Dus het is eigenlijk een gemak voor de ondernemer. Je bent dan eigenlijk een soort uitzendbureau? Of moeten de werkgevers zelf in dat online platform gaan kijken en zoeken? Die kunnen zelf in dat online platform. Als je lid bent van een coöperatie, krijg je toegang tot het platform. Ja, en daar een bepaalde abonnementstarief voor. Ja, afhankelijk van de omvang van je bedrijf, neem klopt. Ik aan. Klopt, en ook het aantal uren wat je gaat afnemen. Dat kun je van tevoren niet weten, maar je begint met een basisbedrag. Ja, lidmaatschap. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je er een heleboel afneemt, dat het wat aantrekkelijker wordt. Dat klopt. Mm-hmm. En dan heb je ook meer zeggenschap in de coöperatie. Ja, er wordt ook vergaderd met z'n allen van de richting die je wil uitgaan. Ja. En de veranderingen in de software en dat soort zaken. Klopt. En ook als je specifieke vragen hebt, misschien kunnen we daar mensen voor gaan opleiden of gaan maken. Dat is heel mooi. Ja. En als je dan zeg maar zo'n coöperatie hebt, hoe zit dat dan met zeg maar de financiën? Je bent nou al bezig. Het is liefde, werk, oud papier. Ja, dat klopt. Dat is echt maatschappelijk verantwoord. Betrokken, ja. 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 Ja, dat is prachtig natuurlijk dat je dat doet. En daar krijg je natuurlijk niet alleen UW4 mee, maar daar krijg je ook die zeg maar grote organisaties mee die daar helpen. Het bestuur is zeg maar al gevormd en daar zitten drie grote ondernemers al in. Hmm. En nu gaan we ervoor zorgen dat veel andere organisaties, maar ook kleintjes, zich aansluiten bij de coöperatie. En dan is het marketing en zorgen dat de grote trom draait. Ja, precies. Nou, daar zitten we hier als eerste te doen. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat klopt. Je hebt een primeur. Het goede hiervan is natuurlijk dat we dan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de gang krijgen. Minstens zo belangrijk natuurlijk dat er plaatsen door de werkgevers worden ingevuld die volgens de wet van banenafspraak een aantal van dat soort plaatsen moeten invullen. Ja, dat klopt. Maar als je nou zeg maar een half jaar iemand hebt, telt die dan voor een half? Ja, in principe telt eigenlijk alles mee. Alleen gewoon het percentage naar rato wat je inzet, zeg maar. Hmm. En dan is het natuurlijk makkelijker om dat vanuit jullie positie te bekijken namens alle leden van de coöperatie. Ja, dat klopt. Ja, dat maakt de administratie ook wat makkelijker. Ja. Ja, is er ergens anders in Nederland zo'n voorbeeld van zoiets? Nee, nog. Dit is volgens mij, tenminste zover ik weet, het eerste initiatief op deze manier. En ik denk ook dat het een hele slimme zet is om zowel commercie, sociaal als de gemeente bij elkaar te doen en de krachten te bundelen. Dat het dan wel werkt. Want ik heb 15 jaar geleden zeg maar in de uitzendwereld gewerkt. En toen was dezelfde situatie. Mensen gaan van, even gechargeerd gezegd, van bak naar bak. Ja. En niet duurzaam aan het werk. Nee, precies. We gaan zo over de werknemers hebben. Ja. We gaan eerst eventjes luisteren naar weer een muziekje. Hier komt Bruce Springsteen met Working on a Dream.